Goedemorgen, wij zijn hier wakker geworden. Goedemorgen. In het mooi Zoetendaalpark van Landal. Ja. Dit is hier onze slaapkamer trouwens. We hebben in onze eerste video van toen we hier de vakantie gestart zijn, hebben we een house tour gedaan. Dus als je dat graag eens wil zien, kijk dan zeker onze eerste video. Hij staat hier. Juist? Of niet? Of dat? Hier, denk je inderdaad hier, maar ik weet niet zeker. Ik vergeet het elke keer opnieuw. Dat is toch eigenlijk grappig, wel iedere keer opnieuw vergeten. Ja. Dit is hier trouwens ons uitzicht. Mooi, hè? Zo rustig. En heel groen. Eigenlijk zo ziet onze villa er ook uit. Maar dan in het wit, inderdaad. Een fotootje maken. Ja. En waar komt die op? Op Insta-stories. Ah. Vlak bij onze bungalow is het Grand Café. Ja. En in het Grand Café kan je 's morgens ook ontbijten. En er is een heel groot ontbijtbuffet voorzien. Wat hebben ze allemaal? We hebben hier trouwens al elke dag gegeten. Dus ik weet al dat de homemade vlierbes en jam super lekker is gewoon. Ze hebben hier chocoladepasta, confituurtjes. Siroop, ze hebben hier hagelslag en boter. En ze hebben ook nog hele verschillende broodjes dat je kan uitkiezen. Persoonlijk vind ik die zo met die hele kleine zaadjes wel heel lekker. Mm. En zo, ja, gewoon heel lekker. Dan hebben ze hier ook nog gewoon brood dat je een stukje van kan snijden. Ja, zie je. Ja. Hier heb je ook nog van die mini koffiekoekjes. Grote croissants. Die hebben al het beleg, dat is een beetje. Ja, van alles van vlees en kaas en zalm. Beetje van alles? Ja. Oh, en dat vind jij super lekker. Dit is echt mijn favoriet. Dit zijn mini donuts. Vind ik zo lekker. En dan hebben ze hier ook nog van die eiertaartjes. Die vind ik ook heel lekker. Die vind ik ook heel lekker. Ze hebben ook nog honing, smeerkaas. Dit is ook nog een kaas, denk ik. Ze hebben ook nog vers fruit, ze hebben yoghurt, ze hebben rijstpap, ze hebben nog meer yoghurt. Verse yoghurt. En natuurlijk ook cornflakes, dat is ook heel veel mensen 's morgens. En aardbeidjes. Super lekker en gezond. Kijk hier, pannenkoekjes, ei, spek, worstjes. Dus hebben we hier echt van alles kunnen lekker smullen. Ik ben vandaag voor een heel erg lekker afwisselend ontbijt gegaan. Ik heb dus 2 mini donutjes. Deze zit er trouwens ook nog heel lekkere jam in. Dan een heel lekker broodje met een beetje ei. Hier aardbeidjes en ik heb ook nog 2 pannenkoekjes. Smakelijk! Het was heel erg lekker en nu zijn we op pad. We zitten in de natuur, want je weet het wel, gisteren waren we aan het geocache, maar toen werd het veel te donker en Jolien die werd een beetje bang van al dat geritsel en al dat lawaai in het bos. En daarom hebben we beslist van oké, we gaan naar huis. We gaan naar de villa. En we gaan gewoon morgen gaan we de tocht verder afmaken. Ja. En daar zijn we nu mee bezig. Ja, en we hebben vandaag ook onze fiets meegebracht. Gaat het toch net iets sneller? Daar staan die. De geocache zelf is 15 of 16 kilometer fietsen. Maar we moesten ook nog eens 12 kilometer denk ik fietsen vanuit ons huisje naar hier. Uh-huh. Dus we moeten ook nog eens terug gaan terug. Dus dat is wel een hele lange fietstocht gaan we vandaag gaan doen. Want het is wel heel leuk om een beetje buiten de natuur te zijn. Sportief, hè? Weer al mooi weer. Ja. En we hebben ook zoveel gegeten dat we nu wel een beetje sportief wel moeten zijn, anders worden we veel te dik. Maar wat sta je hier te doen? Je moet de geocache zoeken. Ja, ik ben hem aan het zoeken, maar ik vind hem niet. Oei, kijk. Ze komen ons al halen. Tada! Wow, heb je goed gezien? NASA-raket in. Vertel eens, schat, hoeveel moeten we nog doen? Nee, we zijn echt enorm veel geocaches. Ja, daar gaat dus de externe batterij. Mijn externe batterij. Precies. maar ik was dus aan het... Ja, je man kan geen twee dingen tegelijk doen. We hebben echt al heel veel gedaan. Dit is hier ons blad. En die zijn we allemaal aan het doen. Overal een streepje staat, hebben we al gedaan. En nu moeten we enkel nog deze doen. De laatste 7 of 8, denk ik. Yep. Ja. En hoeveel kilometer hebben we al gefietst? Wacht, dit was een reeksje van 14 kilometer. Ja, en we hadden al 12 kilometer vanuit onze bungalow naar hier gefietst. Dus neemt toch zeker al een 20 kilometer. 20 maar? Ja, en nog de laatste 4e gaan we nu nog doen. We hebben er al meer gedaan hoor. Ja, meer dan. Meer dan, sowieso. We gaan op het einde zeker 40 kilometer hebben, minstens. Tingelingelingelingeling. Je staat in de weg. Ik moet toch altijd wachten op jou, hè? Hij doet het nog. Jee. Het was even spannend.
Kijk, en ik heb mijn pen hier op het stuur gedaan. Dan verlies ik hem zeker niet. Of net wel. Zijn we er weer? We hebben amper gefietst. Ik zie hem hangen. Daar. Je ziet het niet? Misschien hier. Hier hangt de geocache. Ik heb zo net dus het logboekje uit de geocache gehaald. En nu ga ik daar onze geocache naam op schrijven. Wij zijn JJ, zoals van Jolien en Jeno. Goed gedaan. Dankjewel. We are back. Amai. Back off. Jij. We hebben 45 kilometer gefietst. En nu zijn we terug in het landenpark gearriveerd. Wow. We hebben onze fiets gewoon maar voor moeten plaatsen omdat we gewoon niet meer konden fietsen. Jij kon niet meer. Ik kon niet meer, oké. Ik kan echt niet meer. Echt mijn benen marcheren gewoon. Die werken niet meer. Die bewegen bijna niet meer. Dat gezegd, want we hebben de tocht nog niet helemaal af. Dat gezegd, we gaan nog dat kleine stukje dat nog moeten doen, kunnen we dan nog vanavond doen. Ja, dat denk ik toch niet. Ik denk niet dat dat er nog in zit. Nee, misschien wel morgen. Hey, morgen eigenlijk wil ik er op zijn minst wel afwerken. Maar, trouwens, vanavond gaan we ook een avondroutine opnemen. Ja. Ik kreeg heel vaak de vraag om eens een avondroutine op te nemen. He, dat is zo een filmpje waarin je eigenlijk alles doet, alles laat zien wat je s'avonds voor het slapen gaan doet. Ja, en zo'n video gaan we dus nu vanavond opnemen. En het is ook nog een extra speciaal, want het is natuurlijk een vakantie, bungalowpark, avondroutine, ja. Vakantie, video. Vakantie, vakantie. En daarbij ook nog eens een beetje date night, want wij gaan vanavond samen gezellig op date night. We hebben besloten van... dat ik mij mooi moet aankleden en zo. Ja. En dan kunnen we op date night gezellig iets gaan eten. Dat moet ook af en toe een keer gebeuren. Gewoon tijd maken voor elkaar. Ja. En dan dat is eigenlijk dus soms een beetje te weinig. En zo, nog eens, ja. Echt zo nog eens doen alsof dat het. Ja, echt, ja, dat is ja. Maar ik kijk wel heel erg wel naar uit natuurlijk. Dus ook voor ons ook echt de allereerste keer dat wij zo'n avondroutine video gaan opnemen. En het volledige filmpje, de volledige avondroutine, die komt online vandaag om 4 uur. Dus vandaag om 4 uur moet je zeker eens kijken op ons YouTube kanaal wat dan een bonusvideo is. Weer als van alle derde dag op rij. Derde dag op rij een bonusvideo. Ja. Leuk hè? Ik zal die wel allemaal monteren. Ja. Dan zie je zo in de avondroutine dat jij nog de hele tijd op zijn computer zit. Dat zou heel goed kunnen. En, ben je mooi opgemaakt. Ja, ik wou zeggen, en we zijn nu helemaal opgemaakt en onderweg nu naar het restaurant om iets hier te gaan eten. En we hebben ook al een stukje van onze avondroutine opgenomen. Ja, dus dat hoort er natuurlijk ook wel bij. Dus je gaat nu dingetjes hier in deze vlog zien die je ook nog wel kan terugvinden in onze avondroutine. Maar in de avondroutine zit net iets meer, hè? Heel veel meer eigenlijk. Dus toen ik ook nog welke make-up ik aandoe, welke gel jij in je haar doet en welke parfum ik aandoe. Dus je gaat echt wel heel erg veel erin terugvinden. Maar ik kan wel zien dat ik nu wel dus dit jurkje draag. Dat mag ik nu wel al vertellen, hè? Dat is aan, dus. Dat zie je ook. Dus ja, dat is waar. Ik heb al superveel honger. Ja? Ja, dat komt al 45 kilometer gefietst hebben, denk ik. Honger als een paard. Ja, honger als een fiets. Fiets? Als een fiets zelfs. Een fiets is honger. Maar honger als een paard klinkt ook zo vreemd. Dan zeg dat toch zo? Ja, inderdaad. Spreekwoord. Weet ik wel, maar toch is het vreemd. Ah, heerlijk hier zit je wandelen. Gaan we zo wandelen? Zullen we maar even andere weg naar andere zin? Voor iemand zijn tuin. Hallo, de beer is hier. En de kinderen waren hier echt gek. Dag, we hebben een speciaal verzoekje gekregen op een liedje van Bolo de Beer. Kennen jullie dat liedje? Ja. Ja? 1, 2, 3. Op en neer. Heen en weer. Dan gaan we met Bolo de Beer. Harder! Op en neer. Dans nu maar mee met Bollo de Beer. Ken je dat niet, Tini? Toch wel? Ja, wel, ja, natuurlijk wel. Sterk, als een tijger ben zo groot als een giraffe zo hoog.
sterk, sterk, sterk als een tijger. Ben zo groot, zo groot, zo groot als een giraffe, zo hoog. Super leuk om te dansen met Bollo de Beer. En nu hebben we nog extra weer langer. En dus heb ik een pasta provençaal besteld. Met broodjes, loodboter, kaas voor mijn pasta. En ik heb nog een rib-eye. Yes, ja. Met frietjes. Kijk wat ik hier trouwens ook zo heel mooi vind. Als je naar daar zo kijkt, zie ik palmboom, zon, zwembad. Echt genieten gewoon. Zalig, hè? Zo'n vakantiegevoel. Zalig. Ik ben helemaal volledig ontspannen. Ik slaap hier super goed. Het is echt gewoon vakantie. Dat kan, oh, zalig. En dan nu vandaag, onze date night vind ik ook wel heel erg leuk. Om ze toch nog eens even tijd te maken voor elkaar. Smakelijk, hè? Smakelijk. Ik zie hier een tevreden mens over mij zitten. Ja, crema catalan. Ja, lekker. En hoe proeft die? Spaans. Crema catalan is een Spaanse sertje. Je noemt dat wel heel lekker. Ik maak me terug in de Spaanse sfeer. Ja, met de palmboom en op de achtergrond hier zo. En het zwembad. Dat doet mij ook wel denken aan Spanje eigenlijk. Yo soy lleno. Kijk, ik heb hier trouwens ook een crema catalan. Dus nu ga ik ook een beetje genieten daarvan, schat. Oké. Okay. Kan je echt Spaans? Zie. Wow, leuke foto, Bo. Ja. Ja, die kwamen naar ons toe gelopen, ja. Net na het eten. Ja. Heel erg fijn. En nu weet hier in het park? Leuk. Ja, oké. Okay. Wij ook. Voor ons is het wel onze voorlaatste dag hier, hè? Ja, morgen vertrekken wij weer aan jullie. Maandag. Jullie hebben dus nog een weekendje aan meer tijd. Ja. Oh, geniet ervan. Nog veel plezier hier, hè. Ja. Dag. Oké, onze avondroutine video is opgenomen. En nu liggen we lekker in ons bedje om te gaan slapen. Je bent moe, hè? Ja, ik ben echt super moe. Dus ook al, ja, ik zou kijken, maar we hebben hier natuurlijk geen wekker staan zoals thuis. En ik ben echt al super moe en ik denk dat ook wel eens, omdat we heel veel hebben gedaan vandaag. We hebben niet zo overdreven veel gefilmd, misschien eigenlijk wel, maar eigenlijk ook niet. Ja, het is een beetje verwarrend. We hebben wel heel veel kilometers gefietst natuurlijk. Ja, het is niet handig om te fietsen en te vloggen tegelijk. Het zou ook een beetje saai zijn voor jullie. Zeer gevaarlijk, ja. Nee, maar we hebben zeker 5 uur gegeocached. Ja, en dat heeft heel veel tijd in beslag genomen. En daardoor hebben we niet zoveel kunnen vloggen, omdat we, ja... Nou, hadden we ook nog onze avondroutine natuurlijk ook opgenomen. Dus eigenlijk hebben we wel heel veel opgenomen. Als het zo daar gaat. Zeur je over. Ik zeur helemaal niet. Maar dus niet vergeten, vandaag om 4 uur komt dus onze avondroutine video online. Nu gaan we nog genieten van ons laatste nachtje hier in Landal, mooi Zutendaal. Oh. Om morgen weer afscheid te nemen. Morgen kunnen we wel weer lekker ontbijten. Ja, dat is wel goed, maar toch. Oh. Hmm. Als je het een leuk filmpje vond, doe zeker vast van de duimpjes omhoog. Vergeet niet te abonneren en te reageren. Hier en daar. Tot morgen. Krijg een kusje omdat je zo zielig bent. Oh. Slaap lekker. Slaap lekker. Bedankt om te kijken naar deze video. En als je meer wilt zien, dan klik je maar op een van deze knopjes.